Welke speler van de huidige Ajax-selectie maakte als enige onderdeel uit van de selectie die in 2004 kampioen werd? Maarten Stekelenburg. Pas. Wie was de opvolger van Rinus Michels als trainer van Ajax en werd kampioen met de club in 1972 en 73? Kovac. Tijdens de kampioensjaren 94, 95 en 96 bleef Ajax 52 competitieduels op rij ongeslagen. Welke club maakte een einde aan deze reeks? Feyenoord. Willem II. Welke keeper werd met Ajax kampioen in 1995, 96, 98 en in 2002? Edwin van der Sar. Edwin. En de laatste vraag. Wie was trainer van Ajax tijdens het kampioenseizoen 2003-2004? Ronald Koeman. Deze check. Een uitwedstrijd bezoeken. De eerste uitwedstrijd van het komend seizoen. Geheel verzorgd voor twee personen. Aangeboden door hoofdsponsor Egon. Die is nog niet weg te geven. Wilco en Magiel hebben beide 13 vragen goed beantwoord. Zij zullen dus door middel van de allesbeslissende benaderingsvraag gaan strijden om de titel. De vraag luidt: hoeveel interlands voor het Nederlands elftal zijn er in totaal gespeeld door de spelers uit de huidige selectie van Ajax? 69 interlands. Wilco, het gaat om een reis voor twee personen, geheel verzorgd. Ga ik safe voor 68. Goede antwoord, zit nu in mijn zak. Ooyen, Stekelenburg, De Zeel, Van de Wiel, Anita, Siem de Jong, 149. Wow. Achiel. Ja, precies, man. Dankjewel. Gefeliciteerd. Dankjewel. Deze is voor jou. Ja, super. Dank je. Ja. Super. Dankjewel. Ja, te gek. Hartstikke bedankt.